Zodra je kindje op eigen voetjes kan staan, is het toe aan schoentjes. Maar dat is niet altijd even makkelijk, want jouw kindje vindt het vaak helemaal niet leuk om schoentjes te passen. Maar nog belangrijker, wat is nou de juiste schoen voor jouw kleintje? Oh, feit of fabel? Is een feit. Feit. Nee, dat is een feit. Vet, denk ik. Kinderen moeten sowieso goede schoenen hebben. Groeiende voeten en zo, weet je wel. Als je geen goede schoenen hebt, een kind later problemen krijgt. Omdat de kinderen nog in de groei zijn, voetjes gaan knellen. Hey, Joël. Hey, Aukje. Hoe is het? Zo, je hebt weer een mooie collectie. Ja, alles staat er weer tip-top bij. Ja, mooi zeg. Joël, even hè. Ik vind dat heel erg moeilijk. Kom je met kleine kinderen en dan wil je leuke schoenen. Maar hoe weet je nou dat die schoenen goed zitten? Want die kinderen kunnen dat zelf helemaal niet aangeven. Nee, wat het belangrijkste is dat eerst de voetjes goed worden opgemeten. Zowel in de lengte als de breedte. Een eerste lopertje voor de kindjes moet flexibel zijn. Niet te hoog, niet te zwaar. En moet uitgevoerd zijn met een leer binnenzooltje. Maar hoe meet je de maat nou op? Ik heb hier bijvoorbeeld een oud meetapparatuur. Ja, die kennen we allemaal. Die ken je nog van vroeger. Tegenwoordig hebben we daar een modern digitaal apparaat voor. Waar je niet alleen de lengte en de breedte mee op kan meten, maar ook de voet van het kindje of het geen doorgezakte voetjes heeft. En aan de hand van die metingen kan je het juiste leesje uitzoeken. Nou, maar dan heb je een leuk schoentje wat goed past. Maar hoe weet je nou dat ze toe zijn aan nieuwe schoenen? Nou, je moet ervan uitgaan dat een kindervoetje die groeit gemiddeld 1 tot 2 maatjes per jaar. Dus het is vaak aan te raden om iedere 3 maanden de voetjes te laten opmeten. Dat is best wel vaak. Dat is best wel vaak. Mijn kindjes kunnen een groeispurt maken. En voor thuis is het ook altijd handig om even met je vinger achterin het hieltje te voelen of daar nog genoeg ruimte zit. Als ik vroeger schoenen kreeg, dan moesten dat van mijn moeder natuurlijk goede schoenen zijn. En dan had ik de keuze uit 3 schoenen. Ja. Lomp, lomper en nog lomper. Maar tegenwoordig is het helemaal niet meer zo, hè? Zou jij mij een paar leuke, hippe, goede schoenen kunnen laten zien? Dat wil ik zeker. Als je met mij meeloopt, ja. Laat ik ze je zien. Kijk, Aukje. Hier heb ik een paar voorbeelden van echte hippe schoenen. Maar dit zijn wel goede schoenen? Dit is een kwalitatief goede schoen. Een schoen die kwalitatief goed is en ook de kinderen aanspreekt. Maar wat is nou de trend van 2014? Dit zijn de producten weer voor volgend jaar winter. Wij lopen qua mode altijd een jaar vooruit. De trends voor deze zomer zijn bijvoorbeeld sportinvloeden voor meisjes. Leuke basketballetjes met pastel, poedermateriaaltjes. En voor jongens zie je veel dessertboetjes. Oh ja. En mag ik wat van de wintercollectie zien? Nou, ik heb hier een paar voorbeelden. Hier kan je zien dat we hebben zowel leuke western themaatjes. Oh ja. In allerlei flitsende materialen. Heel erg leuk. Ja, en bikertjes met gespjes helemaal over de top uitgewerkt. En voor de jongens zie je weer wat meer winterse invloeden met een bondje en hoge sportschoenen. Waarom zijn goede schoenen nou eigenlijk zo belangrijk voor kinderen? Kinderschoenen zijn heel belangrijk voor kinderen. De kindervoetjes zijn nog in de groei. Niet alleen voor de ontwikkeling van de voetjes, maar ook voor de ontwikkeling van de rug voor kinderen. Als je start met verkeerd schoeisel, ja, dan betaal je vaak op latere leeftijd de rekening. Een kindervoet groeit 1 tot 2 maten per jaar. En het is echt heel erg belangrijk voor de groei en de beweging van het kind om goed passende schoenen te hebben. Een feit dus.